Mevrouw Maas, u bent sinds 1988 betrokken bij dit onderzoek als hoofdinlichtingenteam. Klopt dat? Dat klopt. En dit was een reeks aanslagen door de Provisional IRA uit Noord-Ierland. Kunt u in uw eigen woorden vertellen hoe dit allemaal begonnen is? Dit is de schrijfster van dit toekomstvoorspellen, Janine Maas. You have to know, these men are murderers. They kill women, they kill children. And with your help, we can catch them. We're an active service, you know. When there are no clear orders, we improvise. We zijn op zoek naar een getuige, een jonge vrouw. Want soms worden vrouwen ingezet om soldaten te lokken. Ja, het zou kunnen dat ze dan misschien eerder een verdachte is in plaats van een getuige. Her name is Fiona Hughes. Fiona should be about 40 years of age now. Worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculair. Wat ben je dan toch aan het doen? Het is hun oorlog. Laat ze het lekker zelf oplossen. Het is een oorlog, ja. Maar ze doen niks! Doe je dit nou expres? Sorry. Nee, ik doe het. Kom maar weg. Ik ben klaar mee. She left her children. Left everything to fight for the cause. Wordt ontzettend gezeikt, Janine. Maar daar houden wij toch van? Die vrouw is de duivel zelf.